medecraftisten. Voor vandaag dacht ik dat het wel leuk zou zijn om een art journal of een notitieblokje te versieren met een eigen voorkant. Want dit is natuurlijk erg saai voor een art journal. We gaan deze versieren. Ik had een beetje het idee om er een look aan te geven alsof je op een stenen muur zit te kijken. Dit zijn overigens stickers. Zou ook kunnen. Heel goedkoop, heel makkelijk. Maar dan heb ik het niet zelf gemaakt en dat vind ik het leuke eraan. Ik heb dit proces nog nooit eerder gedaan, dus ik ga het samen met je ontdekken. Ik heb inspiratie opgedaan op YouTube. Ik heb dit niet zelf bedacht, maar het schijnt een heel leuk en relatief makkelijk proces te zijn. Ik heb alleen geen idee of het lang duurt, ja of nee. Maar gelukkig hebben we daar een fast forward knop voor. We gaan eerst de kast eraf halen. Dat schijnt te moeten kunnen. Hier. Dit kun je loshalen, een beetje uit elkaar trekken. Voorkant, achterkant. Goed onthouden straks. En omdat we een stenen muur gaan maken, hebben we natuurlijk bakstenen nodig. Ik heb een vrij dik karton gevonden. Dat is van mijn scoringboard. Daar kwam het in verpakt en die dingen bewaar ik. Want er zat een instructie ook weer los bij, dus deze hoef ik helemaal niet te houden. Maar voor dit soort projecten komt dat dan weer wel van pas. Ik zie dat ik er genoeg heb. En ik heb er nog wat over om mee te spelen. Of in een andere compositie te maken, mocht dat nodig zijn. Daar ben ik blij mee. Als eerste ga ik een laagje gesso op de ondergrond aanbrengen. Mijn ondergrond is droog. Met een lijmpistool ga ik de steentjes op de kaft lijmen. Hij heeft al een tijdje staan opwarmen. Wees er voorzichtig mee, want je kunt jezelf verbranden met de lijm die je eruit knijpt. En zo gaan we stukje bij beetje onze muur opbouwen. Zoals het karton is heet. Dat zit erop. En nou, we hebben hier wat oneffenheden. Die kunnen eraf of niet per se. Want ik ga nog iets anders doen. En dat is het volgende. Ik pak een stuk tissuepapier. Knip het een beetje op maat. Vervrommel dit een beetje. En dit ga ik als structuur over mijn stenen heen plakken. Plakken het tissuepapier op de achtergrond met Mod Podge. Dus het begint al aardig als een steen eruit te zien. Ik kan die rand laten zitten zodat ik met de verf niet overal op mijn achtergrond kom. Ik ga niet alleen de onderkant modpotje, ik ga ook de bovenkant een beetje sealen. Want dan hoop ik dat mijn verf die ik straks ga gebruiken,
En het is een acrylverf. Ik heb begrepen dat het misschien makkelijk gaat met een soort van waterverfpasta, maar dat heb ik niet. Maar de bedoeling is dat de ondergrond geseald wordt, een beetje dicht gedaan wordt, zodat de verf nog een beetje uitgewreven kan worden. Om ervoor te zorgen dat je her en der nog wat verf kunt weghalen als dat nodig is. Deze is droog. Dan gaan we verder met het inkleuren van de muur. Ik heb daar een aantal verfjes voor bij elkaar gezocht. Wat ik zou denken wat een muurkleurtje kan maken. Een beetje mos. Laatst zag ik een muur waar ook wat blauwig op zat. Nou, uiteraard wat bruin tinten. Wit tinten. Zwart. Grijs. You name it. Ik heb het hier liggen. En ik pak een hopelijk schone penseel. En nu wil ik mijn paletje eronder uit hebben. En ik ga beginnen met bruin. Want ik denk dat bruin alleraardigst is. Dit is een metallic paint, of een pearl paint. Ik ga niet vertellen waar ik hem vandaan heb. Hier zie je de structuur van het tissue paper al doorheen komen. De verf komt uit een winkel die, als jullie mijn video's hebben bekeken, nu al vaker voorbij is gekomen. En een vriendin van mij die zei van elke keer als je die naam noemt, moet je er een koeiengeluid onder zetten. Laten we zeggen, de naam begint met een A. En rijmt op Baksong. Ik vind het een mooie, grungy muur geworden. En laten we eerlijk zijn, een stuk interessanter dan een zwarte achtergrond. Deze ga ik ook maken. Ik zal dat in de grootste stilte doen en gefast forward. En dan zie je daarna het eindresultaat. Zoals je ziet was ik met wat goud eromheen gegaan en dat vond ik toch uiteindelijk niet het gewenste effect opleveren. Dus ik heb er maar weer een zwarte rand omheen gemaakt. En ik vond het wat donker, dus ik heb er nog heel licht wat wit overheen gedaan. Het daglicht begint te verdwijnen, dus ik hoop dat je het kunt zien. Hier ga ik nog met een laag moppotje overheen om het wat te beschermen. Deze is droog, zo goed als.
niet hard trekken. Nu gaan we het laagje eraf knippen. We pakken ons boek er weer bij. En dan gaan we kijken of we hem weer terug kunnen doen. Ik denk dat dit de goede kant... Het maakt ook natuurlijk niet heel erg uit. Welke kant het was. Ik heb geen idee. Deze. En misschien wel zo. Ik denk dat het een goede tip zou kunnen zijn. Is wanneer je zo'n boekje uit elkaar haalt, dat je ook even kijkt hoe je dat doet. Zodat je niet zit te puzzelen zoals ik net deed. Hoe het boekje weer in elkaar moest. Maar volgens mij heb ik hem. Dit is het eindresultaat. Zoals je zag heb ik wat moeten friebelen om het weer terug in elkaar te zetten. Dus ik raad aan, als je zo'n boekje uit elkaar haalt met zo'n ringband, kijk dan even goed hoe je hem uit elkaar hebt gehaald, zodat je het wat makkelijker weer terug in elkaar kan zetten. Leermoment. Ik ben erg tevreden met dit resultaat. Ik vind het eigenlijk, eerlijk gezegd, briljant. Van een heel saai, zwart boekje heb ik een eigen ontwerp gemaakt. En het ziet eruit als een stenen muur. Hier ga ik niks meer aan doen. Ik ben er blij mee. Als ik je heb geïnspireerd vandaag en je vond het een leuke video, geef me dan alsjeblieft een thumbs up. Of een like. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal. Dat is de rode knop hier beneden. En als je dat gedaan hebt, zie je daarnaast een belletje verschijnen. Als je daarop klikt, dan krijg je een melding wanneer ik weer een nieuwe video heb gemaakt en deze op YouTube heb gezet. Ik vond het fijn dat je er was. Ik ben blij dat je naar deze video hebt gekeken. En ik hoop je de volgende keer snel weer te zien.